voor heel veel mensen is de Formule 1 de ver van een bedshow. Het is extreem populair natuurlijk in Nederland. Maar ze hebben geen idee wat er nou in zo'n cockpit gebeurt. Dus als ik de snelheden zijn nog niet op Formule 1 niveau, maar komen aardig in de buurt. We tikken ook de 300 aan straks. 300? Ja, maar vooral het remmen, die remkrachten zo, dat is mooi om over te brengen. En de banden die worden daar opgewarmd, dus we kunnen gelijk vol gas. Als ze uitstappen moet je maar even die grote ogen zien en kijken wat ze dan te melden hebben. Zo, oh, dit was niet normaal. Je staat echt te trillen, hè? Ik sta echt te trillen. Dit gaat zo, zo fucking hard. Je voelt alles omhoog komen. Je denkt, mijn helm waait af. Je zit te trillen. Je hoort niet alleen die auto, maar je voelt ook die auto. Maar ze moeten ook een blindelings vertrouwen hebben in jou, toch? Ja, ja, onbegrijpelijk hoe ze dat doen. Maar ze hebben getekend, dus ze moeten wel. Ja, je hebt totaal geen regie en dat maakt het ook, het is zeg maar een Tandem XL, ja, je moet gewoon de voorganger volgen. Ja, en ik voelde, maar dat is natuurlijk ook een beetje wat je emotie doet, je voelt ook dat Robert aan het genieten was. Ik vind het gewoon zo leuk. Ja, is mega vet, echt uniek. Ja, en dan te bedenken dat die gasten in de Formule 1 dit gewoon 50 ronden achter elkaar doen, dat is echt, ja, dat is gewoon topsport. Het is ook nergens punt van rust. Zeg maar op de meest rustige stukken ga je nog steeds. Alle Jezus hard. Dus ja, nee, echt uniek. Ervaring voor het leven. Absoluut, zeker.